Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat er veel bewolking over Nederland trekt. En de witste wolkenplukken, dat zijn buiengebieden die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. In de middag komen ook verspreid een paar buien voor, daarbij kan zelfs een klap onweer voorkomen. Af en toe breekt wel even de zon door, maar veel is het niet. De temperatuur stijgt naar 13 of 14 graden en er waait een stevige zuidelijke wind. Die is matig boven land, kracht 3 of 4 en aan de kust krachtig of misschien zelfs even hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond gaat de wind weer afnemen, ook het aantal buien neemt af en dat klaart af en toe wat vaker op. In de nacht raakt het dan opnieuw bewolkt en aan het einde van de nacht en morgen overdag is het regenachtig weer. Morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richting. Op dinsdag knapt het weerbeeld dan weer op. Van tijd tot tijd schijnt de zon, verspreid komt nog een enkele bui voor en het wordt een graad of 14. Op woensdag en donderdag gaat de zon steeds vaker schijnen en blijft het droog bij een middagtemperatuur van 13 of 14 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.